Meer dan 60 verenigingen en vrijwilligersorganisaties hadden afgelopen zondag een kraam gehuurd tijdens de verenigingenmarkt in het Nuenense park. Daar presenteerden ze zich aan de inwoners van Nuenen. Wij zijn van de Let's, dat is een dienstenruilhandel. En als iemand iets een werkje doet voor iemand anders, dan krijgt hij een apenstaartje. Dat apenstaartje kan hij zelf weer besteden door een dienst door iemand anders te laten doen. Nou, wij staan hier omdat wij houden allemaal heel erg van volleyballen. En we willen graag onze passie delen met iedereen. Dus wij zijn aan het kijken of mensen ook nog willen ontdekken dat volleyballen gewoon heel leuk is. Nou ja, muziek verbroedert, dus als je dan leden kunt werven en zover kunt krijgen om bij ons bij het orkest te komen spelen, dan merk je pas hoe leuk het is om samen muziek te maken. Supporters zouden we graag hebben, een paar jeugdleden kunnen we altijd gebruiken en korfbal is gewoon het hele jaar door een mooie sport ermee bezig te zijn. Wij willen graag nog meer kinderen enthousiast maken voor de kindervakantieweek. We willen ook graag nieuwe vrijwilligers aantrekken. Onze vrijwilligers zijn vaak jongeren en die lopen hier ook wat rond. Dus we willen die aanspreken om mee te doen met onze aankomende kindervakantieweek. De markt was voor de vierde keer georganiseerd door Stichting Dwersverband. Een stichting die de samenwerking tussen verenigingen in Nuenen wil bevorderen. Het is heel leuk om iedereen een podium te kunnen bieden om zich bekend te maken. Om vrijwilligers te zoeken, leden, misschien wel donateurs. En het is bij uitstek een mooie gelegenheid ervoor. Als je iets wil gaan doen, sporten, muziek maken of je als vrijwilliger wil gaan inzetten en nog niet goed weet wat, dan is de verenigingenmarkt dé ideale plek om eens rond te neuzen en je licht op te steken. Dat werd dan ook door een paar duizend mensen gedaan. Het zijn allemaal wel leuke dingen, ja. Ja. En belangrijke dingen. Ik heb het formulier ingevuld bij de vrouwenvereniging van de Vlinder. Ik heb een koor van de KBO heb ik gevonden. En ik heb, hoe heet dat daar nou? Van de speeltuin, de Kievit heb ik gevonden. Ik heb een heleboel dingen gevonden. Ik mag binnenlopen. Ik kan woensdagsmiddags komen schilderen. Maandagsmiddags of zo. Ja, ik wil dus schilderen. Of de markt voor de deelnemers aan de verwachtingen heeft voldaan, zal over een paar weken blijken als zij de balans gaan opmaken.